Welkom bij deze nieuwe aflevering van The Time Is Now. Sommigen zeggen het al jaren, maar we staan nu toch echt voor een kruispunt. Na de coronacrisis moeten we kiezen welke weg we opgaan. De afgelopen jaren zijn er honderden boeken verschenen van auteurs die pleiten voor deze andere wegen. En deze boeken bespreken we in dit programma. Dat doe ik samen met Hans van Duinhoven van de Noordoost-Brabantse Bibliotheken, die bijna al deze boeken heeft gelezen. We gaan het vandaag over economie hebben. Dat is heel breed, heel veel impact, heel belangrijk in de samenleving. Maar we gaan het niet hebben over onderdelen van de economie. Dus we gaan het niet hebben over ongelijkheid, klimaatproblemen, voedselsysteem, andere thema's die allemaal met de economie te maken hebben. Nee, we gaan het in hoofdlijnen over de economie hebben. En het eerste boekje, die vat eigenlijk de hele sessie samen. Economie is geen wetenschap. Het boek is heel, is een lollig geschreven boekje van een Franse econoom, een echte econoom. Die schreef een boekje in 2014, heet Houellebecq, Economiek. En dat is een verwijzing naar de beroemde romanschrijver Michel Houellebecq, die heel kritisch is over de samenleving. Nou, deze econoom is ook heel kritisch over de samenleving. En de titel is denk ik wel helder, Economie is geen wetenschap. Op dit boekje wil ik iets verder langer hebben. Aan dit boekje zal ik altijd de rest van mijn leven herinnering blijven houden. Wat was er namelijk? In november 2005, bijna 15 jaar geleden, werd ik een keer uitgenodigd om in Amsterdam mee te komen praten met bibliotheekcollega's over de toekomst van videobanden, die bestonden toen nog, en dvd's. Wat moesten we daarmee? En vooral, want we voelden al aankomen dat dat toen op omvallen stond, hoe konden we garanderen dat die materialen voor het nageslacht bewaard werden? Een soort depot moest er gemaakt worden. Nou, ik die dag vanuit Oost naar Amsterdam ging natuurlijk met de trein. Want, files en verkeer, je kent het verhaal wel. Dus ik lekker, en toen pakte ik dit boek in de gauwigheid uit Oost uit de bieb mee. Was net binnen en ik dacht, ach, dat is leuk voor de trein. En dat boek is echt een heel mooi boekje van een Engelse econoom. En de titel zegt het al. Hij zette heel grote vraagtekens bij ons economisch systeem. En hij verwijt ons, waarom jagen we al maar meer dingen na? Worden we daar wel zo gelukkig van? Mooi boekje. Een ander boek dat ongeveer in dezelfde, een paar jaar later verscheen van een Tsjechische econoom met een rode baard. Ik heb nu een grijze baard, coronabaard. Maar Thomas Sedlacek was toen een man van midden 40 en die adviseerde Václav Havel in Tsjechoslowakije, de president die inmiddels overleden is, de dissident. En hij is ook een econoom en hij heeft een heel dik boek geschreven en daarin vertelt je allerlei verhalen hoe de economie door de hele grote geschiedenis een rol heeft gespeeld, hoe die zich ontwikkeld heeft en bla bla bla. En hij is een van die economen die zeggen, economie is geen wetenschap. In ieder geval geen harde wetenschap. Economie draait uiteindelijk om het vertellen van verhalen. Arnold Heertje, wie kent hem niet? Iedereen die economie op de middelbare school gehad heeft, heeft die boeken van hem gehad. Maar dit boek hebben ze niet gehad. A, omdat het toen nog niet beschikbaar was. En dit is ook een boekje van middelbare scholieren. Het is meer een boekje van mensen die zich niet na willen denken over wat er in de samenleving speelt. Het boekje heet Echte Economie. En wat hij hier eigenlijk stelt, 2007, was het, ik geloof 2007, ja. Toen is hij ook in Oost geweest, in de Groene Engel heeft hij ook gesproken. En hij zegt, heel veel economen denken, als we alles maar meten, dan weten we alles. Dat zijn dus de economen die zogenaamd hard bezig zijn, met harde cijfers. En dan, maar zegt hij, die vergeten door dat meten, dat er dingen zijn die niet meetbaar zijn. En inmiddels is hij dit geluid niet meer uniek. Er zijn veel meer economen en mensen die dit zo denken, die zo denken. Nee, er zijn dingen die gewoon heel waardevol zijn, maar die je niet in geld kunt uitdrukken. Rust. Geen vliegtuigen die over je hoofd vliegen. De natuur. Iets voor je, nalaten voor je kinderen. Dingen die dus, ik snap het wel. Echte economie. Dat is natuurlijk een grapje, dat hij dat echte economie noemt. Economie, de gebruiksaanwijzing. Dat is natuurlijk ook een grapje. Hij suggereert dat er één gebruiksaanwijzing is hoe je economie moet bedrijven. En het grapje is dat hij in dit boek wel 30 varianten beschrijft van economische stromingen, scholen, manieren om naar de werkelijkheid te kijken en op basis daarvan beslissingen te nemen. En hij zegt, op dit moment zit de wereld als het ware opgezadeld met één overheersend systeem. En dat is dus dat de economie, dat de markt zijn werk moet, de ruimte moet krijgen, dat de overheid klein moet zijn. En hij zegt, laat zien dat er ook andere economische stromingen zijn die er heel anders over denken. En die waren vroeger vele malen belangrijker en, als nu. En er zijn trends in de economieland, zeg het maar. Waardoor je dus meteen ook kunt zeggen dat het geen wetenschap is. Want zwaartekracht, die is altijd hetzelfde, zullen we maar zeggen.
Maar of je moet bezuinigen in tijden van crisis, dat is een mening. Dat is geen harde wetenschap. Een jonge Nederlandse journalist, antropoloog, schreef eerst voor de Groene Amsterdammer, Koen Hagens. Ook een keer in de Groene Engel gehad, jaren geleden. Die is naar de Volkskrant verhuisd. En net in die periode dat hij daar tussenin zat, kreeg hij een beurs van een of andere club. En mocht hij een jaar lang studeren, zich suf lezen, om dit boekje te mogen schrijven. En hij heeft het genoemd De Grootste Show op Aarde. En de ondertitel zegt alles, De Mythe van de Markteconomie. Hij zegt, het is een verhaal, het is een mythe dat de markt zijn werk doet. En dan toont hij op allerlei manieren aan, als de markt zijn werk zou doen, dan was er geen kartel. Dan was de benzineprijs niet overal ongeveer hetzelfde. Dan waren er die drie supermarktketens in Nederland die de markt verdelen. En de boeren ja, onderbetaalden, zullen we maar zeggen. Hij zegt geen flauwekul. Het is een mythe om te geloven dat de markt zijn werk doet. Dus het is ook een mythe dat de overheid aan de kant moet staan en minder zich afstand moet houden. Hij zegt, misschien moet de overheid juist weer wel in die markt gaan ingrijpen. Mythe, mooi boekje. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, dat zijn allemaal linkse oproepkraaiers die dit soort geluiden naar voren. En dat klopt natuurlijk, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die gewoon uit het establishment komen, die gewoon aan de rechtskant van het spectrum zitten en die zich net zo grote zorgen maken over ons economisch systeem. En waarom? Waarom maken ze zich zorgen? Zij zien, iedereen die het wil zien, kan het zien, er zijn dingen die gewoon niet goed gaan. We verbruiken veel te veel van wat de aarde aan kan. Er is een te groot verschil tussen mensen met vermogen en zonder vermogen. Denk aan hoe we het rondom de ZZP's geregeld hebben. Er zijn alle dingen die minder goed zijn. En de zogenaamde rechtse economen, die dus kritisch zijn over het huidige marktsysteem of de economie, die laten dat ook, schrijven dat ook van zich af. Dit is er een, dat is een Belg, Paul de Grauwe. Dat is echt een grote naam in economenland. Geeft les in Londen. Was lid van de Vlaamse VVD, zeg maar de VLD. Heeft ook in de politiek gezeten. En die heeft een boek geschreven, een jaar of vijf geleden, De Limieten van de Markt. En de ondertitel zegt het eigenlijk. De slinger tussen overheid en kapitalisme. En daar bedoelt hij mee, een slinger gaat zo. En hij zegt, te veel is de macht de laatste tijd naar de markt doorgeslagen. Die zit nu, zeg, hier. En dat is niet goed, want dan krijg je uitwassen. En dan maken we nu, als je wil, kun je die dagelijkse voorbeelden van de krantenpagina's afplukken. Nee, er moet weer meer macht komen richting de overheid. En die beweging zie je nu, want we hebben het nog steeds over dat kruispunt waar we nu staan. We moeten keuzes maken over hoe gaan we verder de komende jaren, decennia, om een hoop problemen op te lossen die we gewoon op ons bord hebben liggen. Dan zal er toch iets meer ruimte moeten komen voor de overheid. En hij, als een rechtse houdegen, maar ik denk dat het meer een ouderwetse liberaal is, die zegt, er moet iets gebeuren zodat de markt weer meer in haar hok wordt gestopt en de overheid weer meer regels gaat stellen. Goed, nu wil ik afsluiten met drie boeken waarin andere economen, dit zijn meer de analyses van hè, wat er fout is. Maar er zijn natuurlijk ook denkers die nadenken over, hoe kunnen we hieruit komen als er al een probleem is? Ik denk dat het een probleem is. Ik ben daar niet alleen in. Hè. Er zijn heel veel economen die dus dezelfde analyse trekken. Er hapert echt iets aan ons economisch systeem. En als wij dus echt iets willen doen aan het klimaatprobleem, opwarming van de aarde, opraken van grondstoffen, ongelijkheid en noem al die andere dingen maar op, leegvis van de zeden, dan moet er iets gebeuren in het economisch systeem. Dat moet anders gaan functioneren. Maar hoe? Nou, ik wil de eerste die ik wil laten zien is natuurlijk een bekend boek inmiddels. Toen het uitkwam in 2017, meen ik. Ja, toen was hij een onbekende dame. Een onbekende dame die voor Novib gewerkt heeft. En dan zeggen sommige mensen, oh Novib, ja, dat is er weer zo'n club. Klopt, maar ze heeft wel heel, heel goed in de wereld om zich heen gekeken en geconstateerd dat er van alles fout is. En haar verhaal is het verhaal van de donut. Die heeft een buitenkant en een binnenkant. De buitenkant zijn de bedreigingen die op de aarde als systeem op ons afkomen. Overbevissing, het opraken van grondstoffen, het klimaatprobleem. En aan de binnenzijde, dat heeft te maken met hoe mensen zich als mens, het menselijk welzijn, het welbevinden. En dat heeft te maken met, heb ik recht op, om uit te kunnen spreken? Heb ik een fatsoenlijk inkomen? Heb ik toegang tot allerlei voorzieningen? En haar stelling was en is, aan alle kanten slaan we dus nu buiten de donut. We zijn dus echt de aarde heel erg aan het overbelasten.
En de enige oplossing is om die negatieve tendensen weer terug te dringen en binnen de donut te blijven. Dit is een verhaal, hè, voor de duidelijkheid. Hè. Er zal nooit een... ik geloof niet dat er een donutkunde ooit aan de universiteit zal worden opgericht. Maar wel nadenken over hoe kun je een duurzame samenleving maken. Een duurzame economie. Goed, even de eerste. En het is voor heel veel mensen, en denk ook heel veel vrouwen, een soort heldin geworden, denk ik. Een andere, is toevallig ook een vrouw, die heb ik eigenlijk heel hoog zitten. Die leerde ik kennen door dit boek. Mariana Mazzucato. Bij alle grote denktanks, alle grote overal waar belangrijke mensen samenkomen, waar nagedacht wordt over een andere economie, is zij aanwezig. En zij bepaalt voor een deel de agenda. Nog meer als zij. Wel, zij bekender is op dit moment. Maar deze Mariana Mazzucato verdient om nog groter, nog bekender te worden. Haar eerste boek ging over de ondernemende staat. En hier schopt ze echt heel veel mensen tegen het zere been aan. Want hierin laat ze keihard zien dat Steve Jobs en Elon Musk, de grote helden van sommigen, eigenlijk maar hele kleine jongens zijn. En waarom? Ze zegt dat ze geniaal zijn om dingen tot stand te brengen. Maar alles wat ze gebruiken om hun product en dienst te maken, is bij elkaar gejat van onderzoek wat gedaan is met publiek geld. GPS, touchscreen, wifi, van alles nog wat. Betere batterijen om elektrische auto's te krijgen. Allemaal is fundamenteel onderzoek gedaan met publiek geld. En hun hebben gezien dat daar heel mooie resultaten komen. Die hebben hun bij elkaar gegraapt en ze hebben er fantastische producten mee gemaakt. Dat gunt ze hun wel, maar ze verwijt het hun wel dat ze ook nu zelfs dat ze misbruik maken van die diensten en die uitvindingen. Ze te beroerd zijn om belasting te betalen, waardoor de overheid kan blijven investeren in fundamenteel onderzoek. Dus iets klopt er niet. Dat is dit boek, Ondernemende Staat. Maar haar mooiste en ik denk haar belangrijkste boek, meest invloedrijke boek is, en dat is eigenlijk ook een beetje waar we zullen eindigen. We zullen ons economisch systeem op een andere manier moeten gaan herstructureren, opzetten, bijsturen, bijschaven. En daarin zal doorslaggevend zijn, denk ik, het fenomeen wat in het ondertitel zit, de titel is De Waarde van Alles. En de ondertitel is Onttrekken of Toevoegen aan de economie, aan de wereldeconomie. En zij heeft het over, er zijn in het huidige economische systeem heel veel mensen die waarde toevoegen aan de samenleving. Het overgrote merendeel van de mensen die werken of bijdrage doen aan de economie, die voegen waarde toe. En er is een hele kleine groep die waarde onttrekt. Die dus... En die waarde die ze onttrekken, dat is haar grootste verwijt richting die hele kleine groep, die investeren ze niet terug in de samenleving. Nee, die potten ze op en brengen ze weg naar de Cayman-eilanden. Al dan niet met hulp van de Zuidas en Nederland. Dus dit is een heel kritisch boek. En zij zegt, links of rechtsom, we zullen naar een economie moeten die niet meer louter op groei gebaseerd is, maar meer op, hoe kunnen we nou een samenleving zodanig maken dat iedereen het zijne krijgt, een lekker leven leidt. En niet alleen maar hier in het Westen, maar ook in Afrika, ook in Azië. Dus een soort, de grote vraag is of dat gaat gebeuren. Ja, we kunnen natuurlijk op de huidige manier verder gaan, maar ook wordt steeds helder dat de uitwassen van dit systeem, die zee die leeggevist worden, het water dat blijft stijgen, dat wordt allemaal uiteindelijk veroorzaakt door een economisch systeem wat op een bepaalde manier op hol is geslagen. Een systeem wat gebaseerd is, en dat is misschien wel de crux, op groei. We moeten groeien. En als we niet groeien, dan zeggen sommige politici en ook heel veel economen, we hebben groei nodig om al die dingen die jij wilt, Van Duinhoven, het oplossen van klimaatproblemen of andere grote problemen, daar hebben we groei voor nodig. Maar Kate Raworth zegt, en eigenlijk ook Mazzucato en ook anderen, dat is misschien wel waar, maar we kunnen niet meer groeien. Dus we zullen iets moeten vinden waardoor we dus binnen onze donut blijven, zullen we maar zeggen. Ik wil afsluiten met dit boekje van een Zwitser econoom, heet Christian Felber. Die heeft in 2018, het boek is in 2010 verschenen, het is in 2018 in Nederland uitgekomen, dus bestaat al 10 jaar geleden. Hij had dit al geschreven voordat Raworth in beeld was, maar toen kende niemand, ik ken hem ook niet. En hij heeft dus nagedacht over wat voor economisch systeem moeten we dan hebben. Nou, dat is gebaseerd niet op groei. En hij noemt het gemene goedeconomie. En het grappige is dat er een relatie is tussen dit boek en dit ding. En wat is dat? Dit ding is een speldje en dat gaat
Ja, dat staat voor SDG. SDG, Sustainable Development Goals, duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat is een afspraak die in 2000, moet ik erom liegen, maar ik denk rond 2008, 2009 is gemaakt tussen alle landen op de wereld, was in Parijs, om tot 2030 op 21 gebieden de wereld daar veel beter op te maken. Dan moet je denken aan dat meer mensen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dat is hier geen probleem, maar wel in sommige landen in Afrika of Azië. Dat alle vrouwen goed behandeld worden. Dat kinderen minimaal 10 jaar naar school kunnen gaan. Allerlei dingen die nu nog misschien op dit gebied zit en die zouden in 15 jaar tijd allemaal beter moeten worden. En dat is een fantastisch streven. Alleen een economisch systeem wat hapert en eigenlijk een te groot beslag legt op de aarde op allerlei manieren. Ja, dat botst met elkaar. Dus er moet iets bedacht worden zodat deze 21 doelen, die Sustainable Development Goals en dat nieuwe andere economisch systeem, dat het samen op gaat trekken. En dat er geëxperimenteerd wordt en mensen de moeite doen om het anders te gaan doen. Dit was de 6e aflevering van The Time Is Now. Terwijl Hans bezig is om zijn boeken weer in te pakken, kan ik nog even zeggen dat alle informatie over deze aflevering te vinden is op de website hier in het hoekje. Dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.